Bas is pak een beet, hij is van 1949, dus dan is hij toch 58, 59, tegen de 60. Hoe oud is Bruce? 58. Hij is van 1949 en hij is in september jarig. Dus hij is 58. 59. Hij wordt 59. Hij wordt 59. Hij is 58. Dancing in the Dark en Born in the USA. Ik hoor Born in the USA, maar ik denk niet dat het goed is. Dancing in the Dark en I'm on Fire. Dancing in the Dark. Ja, en I'm on Fire of Born in the USA? Dancing in the Dark. Ja, hij was natuurlijk ook nummer 1 met We Are The World. Maar die tel je niet bij Bruce. Nee, die tel ik niet mee. Nee. Ja, het is I'm on Fire of Born in the USA. Ik denk I'm on Fire, denk ik. Danny Federici. Dat is de heer Federici. Dat is Danny Federici. Dublin. Dublin. Dat was in Dublin. Manfred Mann's Earth Band. Dat is een Manfred Mann's Earth Band. Ja, die wist ik zelf. Nee, heel goed, maar ik wist hem zelf. Dat was Manfred Mann's Earth Band. Het gaat volgens mij over motorlieden, motoristen, okay. Mensen die op de motor zitten. Dat gaat over, als je het letterlijk vertaalt, mensen die op de fiets wat rondtoeren als gypsy, zigeuner fietsers. Maar nee, ik zou niet weten waar dat letterlijk over gaat. Nee. Gypsy Biker, dat gaat over een, Hells Angel die naar een oorlog gestuurd is. In principe zou dat Irak kunnen zijn, maar dat wordt niet zo specifiek genoemd. En die overlijdt daar en zijn familie wacht de thuiskomst van het lichaam op. En die, uiteindelijk gaan ze de motor van de Gypsy Biker in de woestijn in brand steken.